staan? Ja? Zo, Jeroboen Honjangamnida. Welkom iedereen in Museum Volkenkunde in de grote zaal. In Museum Volkenkunde of Museum Volkenkunde dit weekend staat in het teken van Hallyu, de Korean Wave, ofwel de Koreaanse golf. En in deze zaal gaan we de diepte in. Gaan we kijken naar wat betekent dat nou, de Koreaanse golf, Hallyu. En we gaan de diepte in, we gaan het onderzoeken. We gaan onderzoeken wat dat nou is, wat de Korean Wave, hoe dat nou komt dat het zo snel, zeg maar, zo populair is geworden. En ook gaan we kijken wat voor impact dat nou heeft op de muziekindustrie en de entertainmentindustrie, maar misschien ook op de beeldvorming van Aziaten. En in die zoektocht worden we meegenomen door gewinterde academici, maar ook ervaren experts uit die muziek- en entertainmentindustrie. Nou, de spits wordt afgebeten met een lezing door Remco Breuker. Remco Breuker is professor Koreanistiek, Korean Studies hier in Leiden, heeft zelf Koreaans gestudeerd en Japans en is expert, heeft ook Koreaans geschiedenis gestudeerd in SNU, Seoul National University. Oh, ik hoor nu dat het ander geluid is. Uiteindelijk is hij gepromoveerd op Koreaanse middeleeuwse geschiedenis. Maar hij heeft daarnaast ook gepubliceerd en gesproken uitvoerig over Noord-Korea. En misschien voor jullie, ik neem aan dat jullie geïnteresseerd zijn in de Korean Wave, voor jullie dan ook specifiek misschien heel interessant, een publicatie die in januari beschikbaar is over... Oké. Nou, en dat gaat specifiek over de Koreaanse golf, als die wordt ingeleverd. maar dat is sowieso iets om naar uit te kijken. Vandaag gaat Remco wat historisch perspectief bieden aan deze Koreaanse golf. En natuurlijk kan ik me voorstellen dat jullie allemaal vragen hebben aan Remco. En zullen we straks ook een kleine Q&A hebben. Waarin je al die vragen kan stellen. Nog één melding. Er wordt hier alles opgenomen. Dus als jullie dat niet oké vinden, dan kunnen jullie uiteraard de zaal ergens anders naartoe. Waar dat niet het geval is. Maar dat jullie daarvan weten. In ieder geval een warm applaus voor Remco Breuker. Goed, dankjewel. Warme introductie. Goedemiddag, is het 1 uur. Ik ga het inderdaad hebben over de Korean Wave, de Koreaanse golf in historisch perspectief. Maar eigenlijk ga ik het hebben over zombies. Dus ik hoop dat u hier goed zit en wat die daarmee te maken hebben. Want ik geloof dat als we naar de... Oh kijk, wat een geluid opeens. Als we de Korean Wave goed willen begrijpen en ook hoe die anders was dan eerdere Korean Waves, want het is niet de eerste keer dat Koreaanse cultuur de wereld verovert, wel op deze schaal, dan is de beste manier om dat uit te leggen zombies. Echt waar. Dus daar ga ik het vandaag over hebben. Ik heb er wel 3 kwartier voor nodig. Ik heb nog even net mijn presentatie doorgenomen en ik schrok nogal. Er zijn heel veel plaatjes en ook best wel wat filmpjes, dus ik ga er snel doorheen. Ik moet ook weer op tijd naar huis, want het manuscript moet natuurlijk morgen naar de uitgever. Dus laten we snel beginnen. Ik hoop om, ik ga even mijn horloge afdoen, dan hou ik de tijd in de gaten. Ik hoop over 3 kwartier klaar te zijn, dan hebben we een kwartier voor Q&A. En als ik heel snel praat, dan hebben we misschien nog wel wat meer tijd voor Q&A. Als u vragen heeft, anders gaan we heel ongemakkelijk stil een kwartier met elkaar doorbrengen. Ik hoop van niet. Goed, eerst even een paar filmpjes om ons op te warmen. Wellicht hebben jullie deze gezien op Netflix. Zo niet, doe dat dan. Kingdom. Een historische serie over, het is niet helemaal duidelijk wanneer het speelt, maar ergens in de 18e eeuw waarschijnlijk. Ook een horror film, of een serie. Ga even door naar het volgende filmpje, met zombies. Daar kom ik zo op terug, wat het belang daarvan is. Volgende filmpje. Ja, we horen het wel, ze zijn niet echt hier aanwezig gelukkig. Al moet ik wel zeggen dat dit is wel zo'n soort situatie waarin opeens wel zombies opeens binnenkomen. Zagen jullie hem, de hele snelle zombie?
Dit is Train to Busan. Een hele goede film. Ik ga even weer door naar de volgende. Gaan we door naar de volgende. Ja. De regisseur was net in Nederland trouwens voor het Koreaanse, voor het Nederlands Filmfestival, de Hallyu aflevering daarvan. Laatste filmpje. En dat is. Ben ik gewoon vergeten hoe het heet. The Very Last of Us heet het, geloof ik. Maar ook een Netflix-serie over zombies op een middelbare school. Virus란 살아남고자 하는 본능은 지능을 뛰어넘고 인류는 바이러스와의 싸움에서 단 한 번도 이긴 적이 없습니다. 그럼 교과서가 틀린 거예요? Die zombies zijn belangrijk. En daar ga ik niet de hele tijd over hebben. Maak u zich geen zorgen. Ik kom daar pas aan het einde eigenlijk weer op terug. Waar ik het over wil hebben is Zuid-Koreaanse cultuur in de wereld. Vandaag de dag. Nou, niet zozeer vandaag de dag, maar hoe dat zo gekomen is en hoe we er naar kijken. En hoe dat anders is dan hoe dat vroeger was. De Zuid-Koreaanse cultuur is wel eens eerder van belang geweest. Of Koreaanse cultuur moet ik zeggen. Toen was het land nog niet opgedeeld, ten dele, in de wereld. Het is op zich, ondanks de zombies, een positief verhaal. Is ook wel eens fijn. Meestal ben ik de brenger van slechte boodschappen over hoe slecht het wel niet gaat met Noord-Korea. Vandaag kan ik alleen maar zeggen is dat we bijna als wereldgemeenschap toch wel vooruitgang lijken te maken. En dat is misschien een welkome boodschap, al is hij een vrij beperkte boodschap. Het gaat alleen over de Korean Wave. Maar goed, Zuid-Korea is echt een heel ander verhaal dan toen ik studeerde. Toen, ik weet nog dat ik voor het eerst naar Zuid-Korea ging en mijn bankafschriften nog met de post naar Zuid-Korea werden gestuurd. Ze wonder dat ze eruit kwamen, want het adres was goed in Seoul, maar helaas in Noord-Korea gelegen volgens de postbank. Dat is een fout die niet veel mensen het vandaag de dag meer zullen maken. Iedereen kent Zuid-Korea, iedereen kent K-pop, of je het leuk vindt of niet. Heel veel mensen hebben thuis een Samsung TV, een Samsung telefoon, een Hyundai auto, weet ik het allemaal. Dus die Zuid-Koreaanse vlag, zoals we hier zien, die wappert fier. Maar dit hele weekend is daaraan gewijd. Er zijn allerlei mensen die dat allemaal heel mooi kunnen uitleggen. Dat ga ik vandaag niet doen. Ik wil het hebben over andere keren dat de Koreaanse cultuur ook van invloed was op de wereldcultuur. Maar het was toen wel anders. En dat het nu anders is, dat ligt aan die zombies waar we het straks weer over gaan hebben. Goed. Ik ben eigenlijk middeleeuws historicus, dus ik heb jullie allemaal hier naartoe gelokt onder het mom van de Korean Wave om je een lezing te geven over de 14e eeuw in Korea. Nee, maak je geen zorgen, dit is de enige wat ik daarover ga zeggen. De eerste keer dat er sprake was van een soort Korean Wave was echt in de 14e eeuw. Toen deze dame, dat is een tv-serie die echt bij de Korean Wave hoort, die Empress Ki in het Engels. In het midden, dat was de keizerin Ki, die als geschenk, dat kon toen nog, aan het Mongoolse Rijk is gestuurd. Dat toen over grote delen van de wereld heerste en China. Daar uiteindelijk trouwde met de keizer en zeer invloedrijk werd. Zo invloedrijk dat men haar haardracht ging nadoen. Dat men haar kleding ging kopiëren. Dus echt een Koreaanse mode als het ware. En dat men Koreaanse liedjes ging zingen. Klinkt dat bekend? Niet natuurlijk op de schaal van nu, maar in de gegoede kring in de hoofdstad. Rondom het hof zeker, die wisten wel wat je moest doen om in het gevlei van de keizer te komen. Namelijk Koreaanse cultuur aanhangen. Nou, daar ga ik daar heel kort. Ik wil nog twee andere momenten wat langer bij stilstaan, waarin Koreaanse cultuur misschien niet altijd verwacht belangrijk was. Voordat ik dat doe, wil ik eerst even het minder leuke gedeelte van mijn praatje uit de weg hebben. Dat is namelijk hoe er over het algemeen naar Azië werd en helaas toch ook nog wel wordt gekeken. Ik denk dat de pandemie ons ook weer heeft laten zien hoezeer we eigenlijk nog wel wat werk te verzetten hebben als we naar Azië kijken. Want we niet altijd zien wat er aan de hand is. Azië is groot. Ik heb hier even een kaart neergezet. Hier voor het gemak. Ik zie dat hier Saudi-Arabië ook bij hoort. Bij Azië. Nou goed. Ik ga het voornamelijk hebben over andere delen van Azië. Eigenlijk natuurlijk alleen over Korea. Maar het is nu eenmaal helaas zo dat Azië en Korea niet altijd uit elkaar worden gehaald. Korea ligt in Azië, dus elke Koreaan is Aziatisch en andersom. Niet de werkelijkheid natuurlijk, hoop ik niet te zeggen. Daar wil ik het wel even over hebben. Want er is iets hardnekkigs aan de hand in de manier waarop er buiten Azië naar Azië wordt gekeken. Dit is een pocket uit de jaren 80, hartstikke spannend, over de opkomst of eigenlijk Japanse zakenlui in Amerika, die de boel vernachelen en compleet onbetrouwbaar zijn. Er is ook een film van gemaakt.
En de populariteit van de film, de populariteit ook van dit boek en boeken als dit, ik geef telkens voorbeelden, maar het past telkens in een beweging die veel breder is, komt eigenlijk voort uit een ongemak, een onvermogen om te gaan met het economisch zo machtige Japan in de jaren 80 en 90. Die zouden de wereld overnemen. Voordat we het wisten, zouden we allemaal Japans praten. Misschien klinkt dat bekend, maar soortgelijke verhalen hoor je natuurlijk nu ook over China. Het is ook niet de eerste keer dat we daarmee te maken hadden met zo'n soort verhaal. Ik heb veel te veel plaatjes erin gestopt. Excuses daarvoor. Dit is de film ervan. Hele goed gemaakte film. En tegelijkertijd als je even nadenkt over wat er in de film wordt gezegd. Wel heel problematisch. Ondanks de aanwezigheid van Sean Connery. En dit is misschien wel een van de bekendste voorbeelden van hoe er vaak in het Westen naar China, naar het Azië wordt gekeken. Japan, China, soms ook naar Korea. Fu Manchu. Het is een romanfiguur die al sinds de jaren 20 bestaat. Er zijn ook veel films van gemaakt en tv-series. En die staat eigenlijk wel symbool voor het Azië dat onkenbaar is. Er wordt altijd vriendelijk naar je geglimlacht, maar je weet nooit wat mensen denken. En die eigenlijk de hele wereld willen veroveren. Nou, dat is denk ik het vooroordeel in een paar zinnen. En dat kwam voort uit de wantrouwen ten opzichte van China rond de eeuwwisseling. De 19e en de 20e eeuw dan, die wisseling, niet die andere. En ook ten opzichte van Japan. Er zijn heel veel boeken van, heel veel films. Het zijn ook spannende boeken. Maar die eigenlijk onleesbaar worden op het moment dat je realiseert wat voor stereotypen er worden neergezet. En wat voor invloed die vandaag de dag nog steeds hebben in onze wereld waar informatie toch zo makkelijk beschikbaar is, zou je denken. Dit is een beschrijving uit The Insidious Dr. Fu Manchu. En dat is wel echt een paradigmatische beschrijving van de gevaarlijke Aziat. High-shouldered with a brow like Shakespeare and a face like Satan. Nou, laten we zeggen waar het op staat. One giant intellect with all the resources of science past and present. Imagine that awful being and you have a mental picture of Dr. Fu Manchu, the yellow peril incarnate in one man. Over dat gele gevaar, hele akelige term, maar wel een hele belangrijke term, ga ik het zometeen nog hebben. Dit is een stukje uit een serie uit 1956, als ik het goed heb, van Dr. Fu Manchu. Black and white, life and death, good and evil, two sides of a chess game. Two forces in the universe, one magnificent, the other sinister. It is said that the devil plays door for men's soul. Naar de volgende. Wat we zagen, het was bijna, het ligt er zo dik bovenop. Hè. Dr. Fu Manchu is slecht, speelt ook met zwart op het schaakbord. En het lot van de wereld staat blijkbaar op het spel. Aan de andere kant wordt gespeeld met wit. We zien niet wie dat zijn, ik zal zo foto's laten zien. Maar het zal geen verrassing zijn dat witte mannen zijn. Je kunt zich daar mij even voorstellen. Die de wereld dan redden. Nou, dat is de soort dichotomie waar we nog steeds wel in vastzitten ten dele. Maar waarin de Korean Wave een hele positieve rol eigenlijk speelt al een hele tijd. Om dat helemaal op de juiste waarde te schatten, moeten we nog even terug naar een verleden. En dan gaan we eindelijk naar Korea in de jaren 30. En dan nu het volgende filmpje zien. Deze. Ik weet niet, het is niet goed herkenbaar wie zij is nu, maar we zien haar zo als het goed is. Danseres uit de jaren 30, Choi Sung-hee. Een naam die weinig mensen nu wat zal zeggen. Maar die in haar tijd in Korea en Japan. Korea was toen een kolonie van Japan. Ze stond ook bekend onder de Japanse uitspraak van haar naam, Sai Shoki. Ontzettend bekend was. Zij heeft ook. Hier zien we haar dansen. Nou ja, dansen. Bewegingen maken vooralsnog. Oké, dan gaan we even verder met de presentatie. Dit filmpje duurt nog wel even. Zij is de beroemdste klassieke Koreaanse danseres. Wat u zag trouwens was helemaal niet klassiek Koreaanse dans. Dat is door haar bedacht.
En als zodanig verkocht aan de kijkers thuis en in het publiek. En dat was heel succesvol. Oh, waar ben ik nou? Even kijken. Daar was ik, ja. Want zij heeft niet alleen in Japan en Korea opgetreden, maar in de hele wereld. In Europa en Amerika en niet een paar keer, maar meer dan 500 keer. Daar kom ik zo op. Want ik merk, realiseer me dat ik nog een paar dingen wil laten zien. Namelijk de Aziatische schurk. Niet tussen aanstekens, want zo wordt hij echt geportretteerd. Dit is Dr. No uit de eerste James Bond film. Ik ben zijn naam even kwijt, maar dit is uit The Manchurian Candidate. Hij heeft ook een remake gehad, geloof ik, met Denzel Washington nog niet zo heel lang geleden. Nou ja, voor mij nog niet zo heel lang geleden, voor studenten wel, 2008 of zo geloof ik. Dit is de versie uit 1962, Frank Sinatra zit er helemaal links als acteur. Waarin er ook sprake is van een complot om de president van Amerika te laten vermoorden. Deze representatie van slechte, kwaadaardige Aziaten hoeft geen uitleg, denk ik. Uit de strip Bleka Mortimer. Dit is een soort stand-in voor het Japanse keizerrijk. En als je gewoon niet weet waar je je schurk vandaan moet halen, dan ga je naar Noord-Korea. Werkt altijd. Dit is komt uit Red Dawn, een film uit 2012. Maar voor mensen van mijn generatie komt ook uit 1984 inderdaad. In 1984 werd in de film Amerika nog binnengevallen en veroverd door de Russen. In 2012 werden ze binnengevallen en veroverd door de Noord-Koreanen. Daar stond ik ook even van te kijken toen die film uitkwam. Maar Noord-Korea is hier een stand-in voor China. Maar men was bang voor investeringen vanuit China die dan niet meer zouden plaatsvinden in de studio's. Dus we maken van de Chinese Noord-Koreanen. En ik ben bang dat het echt zo plat is als dat de meeste mensen het verschil toch niet zouden zien. De redenering erachter was. Nou, dat is dus die hele akelige stereotypering van Azië, waarin je ziet dat Aziaten vaak of als kwaadaardig worden afgeschilderd, of juist. Dit is trouwens de achtergrond, wat ik even moet vertellen, van die eerste gele gevaargolf. Dat Japan in 1905 Rusland heeft verslagen als eerste Aziatische moderne staat die een westerse staat verslaat. En nog flink ook. Daar ga ik even aan voorbij, anders heb ik niet genoeg tijd om het manuscript nog af te maken. En dit is een plaatje dat hoort bij de eerste uitspraak van keizer Wilhelm II. Die had het over het gele gevaar. Daar moest wat aan worden gedaan, want die waren dan de Chinezen de wereld veroveren als wij niet eerst zouden zijn. Dus dat was een legitimering voor de verovering van Azië. Dat had nogal wat impact, ook in de populaire cultuur toen. Een hele populaire schrijver toen was Jack London. Ik weet niet of je ooit een boek van hem heeft gelezen. White Fang is een van zijn beroemdste boeken over een hond in Alaska. Hè? Prachtig boek. Hij heeft ook een boek geschreven waarin het een goed idee zou zijn, waarin hij het uitlegt om besmettelijke ziekte in China los te laten, zodat alle Chinezen zouden doodgaan. Dat was toch echt wel het discours op dat moment. Goed, het gele gevaar met andere woorden. En dat zien we toch nog wel terug. En dit zijn de mensen die ons daarvan dan moeten redden. Commissaris Smith en Dr. Petrie. Een soort Sherlock Holmes en Dr. Watson, maar dan de wat minder geslaagde uitvoering. Uit de Fu Manchu films. Het resultaat daarvan is dat je dus het idee krijgt dat er Azië of gevaarlijk is. Of ongevaarlijk en een beetje gek. Maar het is nooit zichzelf. Het bestaat zelden uit mensen. Het bestaat altijd uit grote massa's mensen. Die dus hun menselijke gezicht verliezen. Nou, dat moet heel bekend voorkomen, denk ik, vandaag de dag. Het is altijd exotisch en spannend en anders. En je hebt vooral blanke of witte mannen nodig om er iets aan te doen. En dus dan krijg je een representatie, ook in films, in Hollywood bijvoorbeeld, van vrouwen als dit. Dit is dan het zogenaamde Tiger Lily stereotype. De exotische, gevaarlijke Aziatische femme fatale, die je nooit kunt vertrouwen, maar die wel onweerstaanbaar is. En dit is een heel mooi voorbeeld, vind ik zelf. Dat is een bekende detective uit die tijd, een detective hier, Charlie Chen, die altijd Confucius C voor zijn uitspraken plakte. Ook zoiets, als ik heel eerlijk ben, vrij irritant. En hier zie je het ook, hè? Dan spreekt hij in een soort slecht Engels, waarin die vrouw, die zag eruit als een lotus blossom en is nou een raging tiger lily. Twee manieren, en dat zie je nog steeds wel terug als je zeker Hollywoodfilms over Azië kijkt, en niet alleen Hollywood trouwens hoor, om vrouwen uit Azië, Aziatische vrouwen te representeren. Er wordt vaak nog geen onderscheid naar etniciteit gemaakt of cultuur. Namelijk of gehoorzaam en nederig en stil, of juist dat tiger lily stereotype.
dat onweerstaanbaar, maar onbetrouwbaar is. En daartussen zat niks in. Nou, dat valt wel mee. Want als we even naar het Koreaanse Schiereiland gaan, dan zie je dat datzelfde eigenlijk discours, dat zie je ook zag je ook in Korea, maar op een hele andere manier. Want de Koreanen waren juist gekoloniseerd door Japan. En het interessante is dat exotiserende, dat speelt niet alleen tussen volkeren die een hele andere cultuur hebben en er misschien ook anders uitzien en andere dingen eten, maar ook tussen culturen die heel erg op elkaar lijken, zoals de Japanse en de Koreaanse. Ik weet niet of ik mensen hier nou boos mee maak, dat hardop te zeggen. Het is wel zo. En daar zag je, dat was dat filmpje net, daar gaan we even snel voorbij, van Choi Sung-hee. Zij was Koreaans, heel populair in Japan. Hoe is zij populair geworden? Door eigenlijk een nieuwe cultuur uit te vinden. Die inspeelde op dat hele exotiserende, of dat exotische, de hang naar het exotische in Japan. Die wilde weten, inderdaad, nou wij zijn sterker dan Korea, we hebben Korea veroverd. En dat is maar goed ook, want het is daar allemaal heel mooi en exotisch en grappig ouderwets. Maar eigenlijk, ze kunnen zich niet handhaven in de moderne wereld. Daar is ze tot op zekere hoogte in meegegaan. En daar heel populair mee geworden. Dit zijn wat foto's van haar. Ik heb nog steeds heel veel spijt van toen ik studeerde. Kwam er een antiquariaat waar ik altijd naartoe ging. En daar hadden ze op een gegeven moment een set van haar foto's voor de lieve som van 250.000 Koreaanse won. Wat nu ongeveer, hoeveel zou dat zijn? 200 euro, zoiets. Maar wat toen de helft van mijn maandelijkse beurs was, dacht ik, nou, laat ik die maar laten liggen. Ik heb er nog steeds spijt van, haar originele foto's. Zij was heel populair. Zij trad op in Japan, in Korea en dus ook in Europa. En door eigenlijk de kolonisator het beeld voor te schotelen dat ze wilde hebben. En tegelijkertijd door een communiste te zijn die in ieder geval intellectueel in het verzet zat. Zij is ook na de oorlog naar Noord-Korea gevlucht. En daar uiteindelijk weggezuiverd in 1969. We weten niet wat er met haar gebeurd is. Maar zij was, dit is Japan, zij was ook in Japan een bekende ster. Niet alleen in Japan, hier zie je haar op de boot. En op de achtergrond, als ik het goed zie, is dat denk ik New York. Waar ze dus honderden keren heeft opgetreden in Amerika. Waar ze zo populair was dat ze ging om met mensen als Henri Matisse en Pablo Picasso, die nog een schets van haar heeft gemaakt. En ongeveer 20 jaar geleden dook er een brief van haar op, waarin haar de liefde werd bekend door een bekende filmster uit die tijd. Robert Taylor. Daar kom ik zo op terug. Maar zij, kijk, als je hier ziet, a Korean, Madame Sai Shoki. Nou, als je Japans kent, dan zie je dat het geen Koreaanse naam is. Of als je Koreaans kent, zie je dat ook dat het geen Koreaanse naam is. Haar Japanse naam met een native Korean kimono. Nou, dat moet je nu niet meer hardop zeggen en terecht ook. Of nog erger, een Japanese dancer uit her native Tokyo. Helemaal verjapaniseerd. En hier zie je dit hele exotische nog een keer. En dit zijn wat recensies uit films uit die tijd. Films, dat zeg ik nou, uit kranten uit die tijd. En die zijn ook, ja, eigenlijk zou ik ze een keer op college, dat heb ik trouwens ook al eens gedaan in de voorbije jaren, om dit te analyseren en hoezeer allerlei stereotypen hier een rol spelen die je eigenlijk bepalen met welke ogen je naar Azië kijkt. En wat je allemaal denkt te zien. Hier heb je er nog eentje. Daar gaan we even aan voorbij. En die mooie plaatjes ook. Ik moet heel erg bekennen, er zaten nog 20 keer zoveel plaatjes in. Het is een heel interessant onderwerp en die heb ik maar uitgehaald. Zij heeft ook opgetreden met een beroemde danseres als Martha Graham, wiens foto's dit niet zijn, zie ik nu. Excuses daarvoor, maar ik gok er even op dat u Martha Graham niet zo herkent. Maar zelfs, en dat was echt de bekendste Amerikaanse balletdanseres. Dat was echt iemand die dus invloed uitoefende. En ook heel specifiek hier, want Robert Taylor, dat is een acteur van ver vervlogen tijden, die misschien wel begonnen is in het stomme tijdperk, dat weet ik niet precies, maar hij speelde in de film Waterloo Bridge. Nou, denk ik niet dat iemand in deze zaal die film gezien heeft, of wel? Of de film kent. Nee, het was wel een hele bekende film in zijn tijd. En het is altijd een van de top 10 films geweest als je Zuid-Koreanen vroeg naar hun favoriete films. Hoe dat kan, het is een enorme tearjerker. Misschien dat het is. Maar misschien ook wel, omdat er nog een verhaal achter zit. Wat niet bekend was tot 2002 trouwens. Even kijken of het filmpje hier komt. De film gaat over een balletdanseres.
die een liefdesrelatie onderhoudt met een soldaat. Het is de Tweede Wereldoorlog, die moet gaan vechten. Dat is allemaal een groot drama. Als je daar niet van houdt en niet de zakdoeken klaar hebt, kijk de film niet. Als je er wel van houdt, kijk de film wel. Maar het interessante is dat het oorspronkelijke scenario had het niet over een balletdanseres. En het verhaal was ook iets anders. Want het blijkt, even kijken, dan moet ik toch even terug daar naartoe. Dat Robert Taylor verliefd was geworden op Chae Sung-hee. En haar eigenlijk in die film had willen hebben, wat in die tijd natuurlijk helemaal niet kon. Dus uiteindelijk werd de rol gespeeld door Vivien Leigh, die misschien wel bekend is uit Gone with the Wind. Een van de grote actrices op dat moment. Die tegen haar zin in een balletdanseres moest spelen en ook ballet moest leren dansen. Waar ze echt blijkbaar enorme hekel aan had. Maar Robert Taylor wilde dat per se, anders had hij die rol niet doen. Dus waarschijnlijk heeft hij geprobeerd hier een soort Chae Sung-hee van haar te maken. Maar dat is ongeveer wel de invloed die zij heeft gehad. We kennen haar, in Korea kent men haar en daarbuiten eigenlijk niet meer. Het was heel populair toen ze nog optrad. Er is heel weinig van overgebleven. Zelfs een film als Waterloo Bridge, dat zie je ook alleen maar als je weet dat het erin zit. En anders niet. Nou, we gaan nog naar zo'n moment toe. We laten de koloniale jaren 30 even achter ons. We gaan naar de postkoloniale jaren 70 en 80. We gaan naar deze man. Natuurlijk een van de allergrootste iconen aller tijden, op welk gebied dan ook. Bruce Lee. Je zult hem toch allemaal herkend hebben, neem ik aan. Die ook in Korea heel bekend was. Dit is een stukje uit een film waarvan ik nou zo meteen een stukje laat zien. De intro. Waarin een jongen, die een scholier van 16, heel duidelijk maakt wat het belang van Bruce Lee voor zijn generatie. Iedereen wilde zijn zoals Bruce Lee. Nou, dat nam hij vrij letterlijk. De film is heel erg de moeite waard. Machu Kodi Tanoksa. Een iets wat onhandige Engelse titel. Once Upon a Time in a High School. Maar de film is echt heel goed. Het is echt de moeite waard. Dus als je hem kan vinden, doe dat en bekijk hem. En dit is een stukje uit die film. Nee, dit is niet Bruce Lee. Dit is de hoofdrolspeler. Uitkwam, zodat u niet verbaasde dat de hoofdrolspeler Kwon Sang-woo meteen het idool werd van vrouwelijke Korea. Maar de film laat heel goed zien hoe belangrijk Bruce Lee was. En daar wil ik nu naartoe. Want in de jaren 70 en 80 is er heel veel export geweest van Koreaanse cultuur. En dat was met name de film- en de vechtsportcultuur, maar die niet als zodanig bekend is. Ik heb thuis, ik ben bang, vrij letterlijk honderden dvd's van dit soort films. Die later bleek ik ook voor een groot deel gezien te hebben als tiener in Zaanstad. Bij de plaatselijke Videoland kon je deze video's ook huren. En daar werden ze verhuurd als kung fu films uit Hongkong. Waren ze ook, maar er spelen heel veel Koreanen in mee. Ik heb hier een paar posters op een rijtje gezet waarin heel veel Koreaanse acteurs spelen. Dit is een Koreaanse poster overigens. Dit ook. Even kijken. En dit zijn dit soort acteurs die daarin meespeelden. Die ook een Koreaanse naam hebben, maar vaak bekend werden onder hun toneelnaam. Dan wel onder de Chinees uitgesproken, of Mandarijn of Kantonees uitgesproken versie van hun naam. Mooie namen. Casanova Wong. Wang In-sik. Huang In-sik. De man die in Enter the Dragon door Bruce Lee in elkaar wordt geslagen. En men zegt ook, hij was blijkbaar zo arrogant, ook op de set echt aan de stok heeft gehad met Bruce Lee. En mijn persoonlijke favoriet, vanwege zijn prachtige naam, Elton John. ik denk niet dat ik al die acteurs zelfs maar ken. En ik heb echt te veel van dit soort films gezien, als ik heel eerlijk zelf ben. Hier zien we een stukje uit die film. Het zijn tientallen acteurs, tientallen producenten, regisseurs die allemaal naar Hongkong gingen en daar films opnamen. Dit is het verkeerde stukje film. We hebben de volgende nodig. De twee
nog twee verder nodig, denk ik. Nou, als kijken we er zo even naar. En het interessante daaraan is dat als je die films nu kijkt, dat je geen Koreaans hoort. Je hoort Chinees. Vaak hoor je Mandarijn. Kijk, hier is ook een mooie verzameling van films waarin mensen hebben gespeeld. Daar helemaal rechts, Enter the Invisible Hero. Dat, ja, de titel, ik weet niet precies wat dat betekent. Maar met Dragon Lee, dat is een Bruce Lee-imitator. Dat is ook een hele tijd een hele profijtelijke manier geweest van je geld verdienen. Als je een beetje op Bruce Lee leek en goed kon vechten. Daar laat ik zo nog wel wat van zien. Maar deze films hebben eigenlijk een grote rol gespeeld in de totstandkoming van het hele genre van vechtfilms. En ik moet zeggen, als je ziet, de kwaliteit van de film is niet altijd even goed. Maar de kwaliteit van de acteurs, zeker hun vechtkunsten, zijn ongelooflijk. Dit is een andere. Hier speelt dus een Koreaanse acteur die altijd de slechterik speelde. Die heel goed kon trappen. Kijken of we die te zien krijgen. Oh, nee, dat... de laatste keer dat die acteur goed kon trappen was toen hij 17 was. Dat is lang geleden. Ik voel me wel op een rare manier volkomen onterecht gevleid hierdoor. Maar... nou, dan moet u zelf maar even googlen. Ik heb het ook makkelijker gemaakt. Hij staat bekend onder deze naam. En dat maakt het, dus toen ik net zei dat ik niet echt een goed idee heb van hoeveel van deze acteurs er precies waren. Dit is waarom. Dat zijn er volgens mij 32 of 45. Dit zijn allemaal namen waaronder deze man bekend staat. Dus het is echt, ik denk niet, ja, ik zou een keer geld moeten aanvragen om het helemaal uit te zoeken. Maar ik heb wel genoeg te doen. Het manuscript moet morgen ook naar de uitgever per slot van rekening. Wat ik hiermee wil laten zien, als je die namen ziet, een groot deel ziet er helemaal niet Koreaans uit. Ziet er eerder Chinees uit of sommige namen lijken wel fantasienamen. Het is een hele creatief gebruik van transliteratie. Maar die sporen van die Koreaanse, Zuid-Koreaanse vechtcultuur, vechtsportcultuur moet ik zeggen, en van de filmcultuur zijn overal te vinden. Niet altijd nog herkenbaar, maar ze zijn er wel duidelijk. Voor diegenen die wel eens op mijn kantoor zijn geweest, ja, ik heb deze poster inderdaad op mijn deur hangen, zo groot. Waarvan iedereen zegt van, hey, Bruce Lee. Nee, lijkt erop, hè, maar het is Dragon Lee. De oorspronkelijke naam van Bruce Lee, tenminste is Lee So-ryong in het Koreaans. Kleine draak Lee, letterlijk als je het wil vertalen. En hij is na de dood van Bruce Lee, want daarvoor durf je dat natuurlijk niet, begrijp ik. Is hij Bruce Lee gaan imiteren en hij heeft toen ook een andere naam aangenomen. Lee Ko-ryong, enorme grote draak Lee. Hij lijkt er ook echt op hoor. Dit is een, dit is weer Bruce Lee, maar dat is dan dit. Hier zie je hem ook weer, dit is allemaal Dragon Lee. En hier zie je een filmpje, misschien zien we dat nog, waarin je ook een echte tegenstander van Bruce Lee bevecht. Maar goed. Dan komen we eigenlijk nu richting waar ik langzaam wil uitkomen. Kun je even dit filmpje nog zien? Nou, wellicht terwijl ik praat. Ook dit is eigenlijk best een belangrijk moment geweest als je kijkt vanuit Zuid-Korea. De vechtfilms die in Hongkong zijn begonnen en van daaruit de wereld hebben veroverd, begonnen met Bruce Lee, die zijn nog steeds met ons. Ik denk, er is geen actiefilm tegenwoordig in een Hollywoodfilm die niet op de een of andere manier geïnspireerd is door de vechtkunsten en de scènes uit dit soort films. Allemaal dachten we de Hongkong-acteurs, maar een groot deel daarvan blijkt toch ook Zuid-Koreaanse zijn geweest. Een film als dit, Kill Bill, een film waar ik zelf echt helemaal niet tegen kan, ondanks mijn voorliefde voor vechtfilms, omdat hij zo overduidelijk alles heeft bij elkaar gejat. De regisseur heeft er dan ook wel wat toegegeven. Maar als we even de rekening opmaken van, laten we de 14e eeuw toch maar even meenemen om mijn medievisten hart te bevredigen. Daar is niet veel van overgebleven van de populariteit van de Koreaanse cultuur toen. De jaren 30, Choi Sung-hee,
Er is ook niet zoveel van overgebleven. Misschien ja, inderdaad in die hele romantische verwijzing naar Waterloo Bridge. Maar heeft dat echt geholpen? Niet heel erg. De jaren 70, 80, iets meer van overgebleven. Maar heeft het iets, wat deze twee voorbeelden, ik laat die laatste uit de 14e eeuw even weg, met elkaar gemeen hebben, is dat die Koreaanse, dan wel Zuid-Koreaanse cultuur, bekend geworden is als iets dat niet Zuid-Koreaans is. Dat is wel een punt, denk ik. Probleem zelfs. Dus wat het ook nu voor invloed nog uitoefent, en ik weet dat Quentin Tarantino, de regisseur van deze film, Kill Bill, een groot fan is van een paar van die acteurs die ik niet liet zien, die ik net liet zien, zoals Hwang Jong-mi, de man met de 180 verschillende geschreven namen. Het heeft niet zoveel meer met Zuid-Korea te maken. En dat is heel jammer. Het was toen denk ik de moeite waard geweest als het wel zo was geweest. Nou, en dat is denk ik nu anders. Als je nu kijkt naar Zuid-Korea, nou waar is Zuid-Korea niet? Zuid-Korea zit in onze zak. Het hangt om onze pols. We rijden erin. We koken er onze rijst in. Noem het maar op. Zuid-Koreaanse producten zijn natuurlijk leidend in de wereld. Toen ik begon met studeren, ook in Korea zelf, kocht je Samsung TV als je geen Sony TV kon veroorloven. Dat doe je echt niet meer. Nou, dat is het eerder andersom. Oh, de Samsung zijn op. Nou, doe dan maar die Sony. Dat is echt een heel verschil. En ook als je kijkt naar deze heren, die ik waarschijnlijk niet hoef te introduceren, maar die vanochtend werden geïntroduceerd als de Bangtan Boys, BTS. De grootste band ter wereld, denk ik. Die het ene na het andere record hebben gebroken. Die een film als dit, die we denk ik ook allemaal gezien hebben. Bong Joon-ho. 4 Oscars. Ongelooflijk voor een Koreaanse film. Niemand had het kunnen bedenken dat dat zo makkelijk, dat dat zo zou gebeuren. De Koreaanse filmindustrie heeft er hard genoeg en lang genoeg voor gewerkt. Die film is niet zomaar verschenen. En dit is een foto eigenlijk van wat er op Discovery Channel als reclame tegenwoordig is. Verleden week nog, geloof ik. Koreaans eten. Ik heb nog 5 minuten. Ik heb gezegd dat er met dingen naar mij gegooid mogen worden als ik over de tijd heen ga. Ik heb wel eens de neiging om te enthousiast te worden. Dus ik probeer hem aan de 5 minuten te houden en dan kunnen we nog even met elkaar praten tijdens de Q&A. Dus het is echt Zuid-Korea is overal. Maar hier zie je een staartje van de export van de Korean Wave, van wat voor geld ermee wordt verdiend. Dat is ook wel iets. Het is niet alleen maar inhoud, het is ook echt geld. En het een heeft de ander nodig. Zonder het geld van de grote bedrijven zou de Korean Wave niet zo aan zijn geslagen en niet zo zijn verspreid. En zonder het prestige en de aantrekkingskracht van de Koreaanse cultuur, Zuid-Koreaanse popcultuur, zouden Koreaanse bedrijven een stuk minder dingen verkopen. Dus het is echt een dynamiek daar. En zelfs in Noord-Korea heeft K-pop, K-pop heeft zelfs Noord-Korea bereikt, laat ik het zo zeggen. Maar als deze man bang voor je is, dan heb je toch wel iets goed gedaan, denk ik dan. Maar goed. Deze ga ik even overslaan. In Japan, iedereen is even blij ermee. Maar ik moet even terug naar het begin. Ik heb maar 5 minuten en dan moet ik dingen gaan vangen die naar mijn hoofd worden gegooid. Wat heeft dit nou te maken met zombies? Best wel veel. En hier heb ik een stomme taalfout gemaakt. Wat hadden die zombies met de Korean Wave te maken? Nou, een paar van de toonaangevende, zeker in de film en veel in de tv-industrie, producten van de Koreaanse golf hebben iets te doen met zombies. Bijvoorbeeld Kingdom of Train to Busan. Mijn vraag zou zijn of deze golf nou permanent is. Dan komen we zo op. Eerdere Koreaanse golven waren dat en daar had het achter moeten staan niet. Dus dat is een beetje dom dat ik een woord weglaat en dat het net het belangrijkste woord uit de zin is. Maar eerdere Koreaanse golven zijn niet permanent gebleken. Waren ook niet zo groot, maar toch niet permanent. Nu wel. Ik denk dat het grote verschil is nu dat ik denk niet dat in de jaren 80 of in de jaren 70 een filmproducer zou hebben gedacht, we maken een film, dan gaan we die met veel vechtsporters, daar gaan we een enorm succes mee bereiken en we zetten de zombies in. Doe je niet. Wat zet je er toen wel in? Ninja's. Zat overal in, geen zombies. Jaren 30, Choi Sung-hee die een nieuwe dans bedenkt naast de traditionele boeddhistische dans waar ze beroemd om was, de zombiedans. Denk het ook niet. En waarom deed je dat niet? Nou, ten eerste, zombies liggen niet bij iedereen goed natuurlijk, maar het andere is, Koreaanse cultuur toen was al exotisch genoeg. Het was niet normaal. Het was al speciaal en anders. Net als zombies dat zijn.
wil ik daar geen directe vergelijking tussen maken. Maar wel op het punt van, exoticisme. Exotisme. Exotisch zijn is het goede woord. Als je dat had gedaan, was het te veel geweest. Wat waarschijnlijk mensen overvoert. En dat is nu toch echt wel anders. Ja, daar gaan we. Zuid-Koreaanse popcultuur nu is eigenlijk niet meer exotisch. Bij sommigen nog wel inderdaad. Want soms moet je de buren uitleggen wat Koreaans ook weer is. Maar vaak niet meer. Echt een groot verschil. Zuid-Koreaanse cultuur, popcultuur helemaal, wordt gewoon heel saai mainstream. Ja, het is verschrikkelijk voor de oude K-pop fans hier. Maar wat jullie leuk vinden is toch echt heel erg hard mainstream aan het worden. En dan, denk ik, en dat is het hele eiereten, dan kun je het je veroorloven om er zombies in te zetten. Dan moet je misschien wel zombies in te zetten, anders krijgen we weer iets Zuid-Koreaans. Ja, we hebben Squid Game gezien, we hebben die serie gezien. Nou, hebben we het wel gezien. Oh, zombies. Leuk. Ik denk dat het dat contrast is, dat maakt, dat eigenlijk zo'n soort kanarie in de mijn fungeert. Dat laat zien, ja, nu is Koreaanse cultuur zo normaal geworden dat we echt andere noodgrepen of andere ingrepen nodig hebben om het weer anders te laten zijn dan het is. Dus wat mij betreft is de zombie het teken dat Koreaanse popcultuur normaal is geworden. En dat is denk ik ook, en dat zie je hier ook wel, dit heb ik even, ik moest toch boodschappen doen, even gekeken wat kan je bij onze lokale kruidenier allemaal krijgen, waar kimchi in zit. Ja, dat was een vraag die je 10 jaar geleden niet hoefde te stellen, denk ik. En nu heb je hier niet een hele grote keuze en ik hoop echt dat de inkoper van deze kruidenier in de zaal zit en denkt, daar kan nog veel meer bij. Maar je ziet het ook, dit heb ik net al laten zien. Dit zijn twee van de heren van BTS, die bij de Verenigde Naties tijdens de algemene vergadering de boel openden. Je voorstellen? Ik zie het de Beatles niet doen, hebben ze ook niet gedaan. De dames van Blackpink, die dus de persoonlijke voorvechters zijn van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, ja, lang woord. Om de Sustainable Development Goals te halen. Dus ik denk, mijn conclusie is dan ook dat Zuid-Koreaanse cultuur heel extreem succesvol is. Maar dat juist die zombies laten zien dat het gewoon echt een onderdeel van onze wereld aan het worden is. En ook voor een groot deel al geworden is. En als Zuid-Koreaanse cultuur, wat vroeger niet zo was. Het was altijd of als Japans, of als Chinees, of als iets ongedefinieerd Aziatisch. En die zombies horen daar ook bij, ben ik bang. En dat is enorme vooruitgang, vergeleken met vroeger. Dus wat dat betreft, ik denk dat die stereotypen, die vooroordelen, dat uitgesproken racisme waarmee we naar Azië keken, doen we nog steeds, ben ik bang. Dat is niet weg. Maar ik denk dat als er iets bijdraagt aan een gezondere en ook een realistischer en eerlijkere kijk op Korea en ook in Azië, als het heel moeilijk om Azië te hebben, groot land, ik moet nu echt mijn mond houden geloof ik, dan is het de Korean Wave die daar in positieve zin aan bijdraagt. Goed, het is 15:15. En als ik het goed heb, is dit de laatste slide uit mijn presentatie? Ja, ik houd hierbij. En als u vragen dan wel opmerkingen heeft of denkt, waar heeft hij de godsnaam over gehad, dan hoor ik dat graag. Dank u wel. Zo, dank Remco voor deze historische inbedding van dit toch wel hedendaagse fenomeen. Ik kan me alleen maar voorstellen dat er heel veel vragen onder jullie leven. Jullie hebben nu de gelegenheid om dat te doen. Het gaat alleen over de 14e eeuw, toch? Alleen over de 14e eeuw. Of daarvoor. Of daarvoor. Nee, gaat er gaan. Toch daarna. Of dat het eigenlijk is dat die acteurs en zo een beetje undercover gingen in de sfeer dat... Het was natuurlijk op dat moment in de jaren 60 bijvoorbeeld een heel arm land. Dus het was niet een land wat zelf nou heel trots op zichzelf kon zijn. Ja, nee, dat zal zeker hebben meegespeeld. Het was ook een land waar je niet zomaar een paspoort kreeg, tot in de jaren 80, 70 zeker. Dat kregen ze wel, maar ik denk dat ze, zeker de producenten, de acteurs zelf weet ik niet, maar zeker de producenten wel dachten, het heeft meer zin om hen zich voor te laten doen als acteurs uit Hongkong, want daar komen alle goede vechtsportacteurs ook vandaan. Ja, dat zal zeker zo zijn. En dat het zelfvertrouwen dat je nu in Zuid-Korea ziet, dat werd opgebouwd vanaf de jaren 60, maar het was er zeker toen nog niet. Nee, absoluut. Ja. Oké, aan deze kant een vraag. Ik weet niet, je kan gaan staan misschien. Ik kom even staan. Ja, super. Ik had namelijk een vraag over waarom dat dan nu
zo is dat het nu zeg maar wel op die manier aanslaat dat het echt de Zuid-Koreaanse cultuur zelf is. Ja. Is dat deels door een verandering van de Koreaanse cultuur zelf, waardoor het zeg maar aantrekkelijker is geworden? Is dat omdat er vanuit het buitenland een andere kijk is? Of is het een combinatie van de twee? Kunt u daar wat over zeggen? Ja, nee, ik denk, goede vraag, ook een hele lastig te beantwoorden vraag. Het is een combinatie van allerlei factoren. En ik denk de enorme economische groei van Zuid-Korea heeft er echt veel mee te maken. Niet alleen omdat je dan de grote bedrijven hebt die ook K-pop en kunnen sponsoren. En dan heb je het over dingen als bijvoorbeeld Samsung, dat in de jaren 80 gaan ze videorecorders verkopen. Maar die moet je natuurlijk wel iets hebben om af te spelen. Dus wat doe je dan? Dan zorg je dat er veel content is. Dan investeer je in de studio's die films opnemen en tv. Dus dat soort dingen speelt allemaal ook een grote rol. Zuid-Koreaanse cultuur is zeker niet hetzelfde als de cultuur uit de jaren 70, 80, 90 of 2000. Ik bedoel, cultuur verandert hard. We doen allemaal wel alsof we allemaal uit een cultuur komen, denk ik, die al heel lang stabiel is, maar het is niet zo. En ook Zuid-Koreaanse cultuur is het aantrekkelijker geworden? Weet ik eigenlijk niet. Dat is een goede vraag. Ik zal er zo goed over nadenken. Dat gaat misschien niet lukken. Maar het is wel veranderd in die tijd. Maar ik denk dat überhaupt de grote veranderingen in de Zuid-Koreaanse samenleving zijn het belangrijkste daarvoor, denk ik. Omdat men ook heeft geleerd, eerst met auto's, of eerst met arbeiders, toen met auto's en andere gebruiksvoorwerpen, wat goed aansloeg in het buitenland. En dat is het is steeds verfijnder geworden. Nu is het de toptechniek en dus ook cultuur. Dat is wel het moeilijkste product om te exporteren waarschijnlijk. Ik weet niet of ik een goed antwoord heb gegeven. Goeie vraag. Ik moet er even over nadenken als ik heel eerlijk ben. Oké, we gaan nu naar het midden van de zaal. Ja, ik had een vraag. Het valt mij namelijk op dat er best wel veel over K-pop wordt gesproken alsof het soort van één genre is. Ja. Terwijl mensen zullen niet zo snel zeggen van oh, ik ben fan van Amerikaanse popmuziek of zo. Want dat is nog best wel een grote bak aan diversiteit. Dus hoe komt het dat onze visie vanuit het Westen toch zo van die Koreaanse cultuur zo homogeen is? Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Omdat we niet goed kijken, denk ik. Makkelijk onder indruk zijn van dingen die we niet herkennen en dan alles op één grote hoop gooien. Dat is denk ik iets menselijks hoor, dat is niet iets Europees. Iedereen doet dat. Ik moet wel zeggen dat ik wel af en toe teleurgesteld ben in de hardnekkigheid waarmee we dat doen. Je hebt helemaal gelijk, K-pop bestaat natuurlijk uit Koreaanse muziek. Als je de Koreaanse muziek kijkt, is het natuurlijk nog veel diverser dan dat. Ja, we hebben het inderdaad niet over Amerikaanse popmuziek in die zin. Het is ook wel een gevoel van ongemak soms en angst. Voor een wereld die aan het veranderen is, waardoor je je angst en ongemak projecteert op dingen die je niet kent, niet wilt kennen wellicht. Het is ook gebrek aan kennis. Ik begrijp heel goed, dat hoor je ook van Koreanen die hier komen, de eerste paar maanden. En dat is denk ik voor heel veel mensen die naar een buitenland gaan, een andere cultuur gaan die ze niet kennen, waarin ze zelf meteen ook worden geïdentificeerd als net aangekomen. Dus dat je in het begin moeite hebt om iedereen en alles uit elkaar te houden. Alles lijkt op elkaar. En als je een tijdje bent, ja, dan begin je gewoon goed de verschillen te zien. Dus ten dele is het ook gebrek aan kennis en ervaring. Maar het is ook gewoon luiheid. Het is fijn om te denken van oh, de Aziaten, de Chinezen, de Koreanen. Het geeft een vorm van troost, helaas. Maar het is wel iets wat heel persistent is. Kijk maar wat er over de pandemie is gezegd. Zuid-Korea bestreedt die ongelooflijk 53 miljoen mensen, waarvan de helft in en rondom een hoofdstad woont, veel dichter op elkaar dan wij hier wonen. En daar lukt het in het begin, de eerste jaar van de pandemie, lukt het wel om de boel onder controle te houden, vergeleken met andere landen. En wat hoor je hier? Ja, Aziaten luisteren naar hun regering. Als de president zegt spring, dan vragen zij hoe hoog. Complete onzin. We hebben allemaal misschien nog in 2016 op het nieuws gezien dat half Zuid-Korea de straat op ging om de president af te laten zetten, die inderdaad daarna 32 jaar de gevangenis in moest. Dus het valt wel mee met die gehoorzaamheid van de Aziaten. Wordt dan ook niet gespecificeerd. Zijn het Koreanen? Zijn het en binnen Korea ook trouwens. Ja, een Koreaan is een Koreaan naar buiten toe. Naar binnen toe, wat ben je dan? Ja, het kan van alles zijn natuurlijk. Maar je hebt helemaal gelijk. Het is veel diverser. Het is veel gecompliceerder. En we zien dat vaak niet. En ten dele is dat, en dan moet ik uitkijken, want ik ben geen psycholoog, waarschijnlijk hoe wij omgaan met perceptie. En ten dele is het gewoon, zijn ook gewoon echt verschrikkelijk lui. En dat heeft echt akelige gevolgen. Het is meer dan luiheid. Ik vind het soms kwaadaardig, als ik eerlijk ben. En ik heb wel goede hoop dat een meer en diversere wereldcultuur, waarin je Amerikaanse popcultuur hebt, maar ook Zuid-Koreaanse popcultuur en weet ik het welke andere
culturen zich daarbij gaan voegen. Dat dat wel een beetje helpt in te laten zien dat het allemaal niet zo niet de eenheidsworst is waarvan je denkt dat die het kan zijn. Zeg ik dat goed? Weet ik niet. Nou goed, ik denk dat je weet wat ik bedoel. Ja. Ja. Ik heb eigenlijk een beetje een tweeledige vraag. Ja. In eerste instantie, de How You Wave sprak je net een beetje over. En dat is natuurlijk eigenlijk een proces dat al 20 plus jaar gaande is. Want ja, de eerste How You Wave had je natuurlijk en daarna, een beetje met de eerste generatie en daarna pas later, veel later. We hebben Psy gehad met Gangnam Style, maar dat werd ook nog niet erkend als Koreaanse muziek necessarily. Nee. En pas echt, nou, sinds 2-3 jaar geleden is het echt wat bekender. En ook de politieke situatie van de jaren 50, die splitsing van Noord- en Zuid-Korea en dus de creatie van een eigen media, om het zo maar te zeggen, omdat ze niet per se nadat Amerika daar vertrok, alle Amerikaanse media over wilden nemen. Hoe denk je dat dat daar een rol in heeft gespeeld? Wacht even hoor. Wat bedoel je? De verdeling van het land, hoe dat een rol heeft gespeeld in de populariteit nu? Van nou de Korean Wave? En de politieke situatie met Amerika, die daar natuurlijk eerst. Ja, nee, het heeft zeker een rol gespeeld. En laat ik eerst even over Korean Wave zelf. Het is een verkeerde vertaling, Korean Wave. Dat is eigenlijk, als je naar de karakter staat, zou je het beter kunnen vertalen als Korean Stream, maar dat bekt wat minder lekker. Maar het is een stroom, het is een instroom. Het is in het. De karakter zelf geven eerder het idee weer van iets dat gewoon de hele tijd doorgaat. Terwijl een wave die komt aan en dan is hij weer weg. Dus het is dat woord, eigenlijk moeten we af van de Koreaanse golf. Het is heel vervelend dat mijn boek inderdaad de Koreaanse golf heet. Dat besef ik nu. Maar goed, misschien kan ik daar nog wat aan doen als ik het stomme manuscript morgen instuur. Dus het is zeker waar. In Korea is het al heel lang aan de gang. De dood van de Korean Wave is ook al 100 keer voorspeld. Niemand waagt zich daar nu nog aan. Maar in 2002, 3, 4 gaan we door tot aan 2015, denk ik, is het elke keer gezegd, nu is het over. Nou, dus niet, gelukkig maar. Wat heeft de politieke situatie in Zuid-Korea daarmee te maken? Ja, ontzettend veel, denk ik. De opdeling van het land betekende dat Zuid-Korea onder sterke Amerikaanse invloed kwam te staan. Dat had een tweeledige invloed, ja, wel meer dan dat. Maar twee belangrijke elementen was één, de invloed van Amerikaanse popcultuur, toen leidend in de westerse wereld. Die is in Korea ook heel goed geïnternaliseerd. Daar zijn zijn creatieve Koreaanse artiesten toen zelf mee aan de haal gegaan. En tegelijkertijd ook een weerstand ertegen. Anti-Amerikanisme is iets wat tegelijkertijd ook in Zuid-Korea altijd heel wijd verbreid is geweest. En dat geeft wel een heel, denk ik, een creatieve spanning waaruit veel mooie dingen zijn voortgekomen. Wat ook heel veel meespeelde is denk ik dat Zuid-Korea een dictatuur was tot 1989. Dat er zware censuur lag op culturele producten. Dat Japanse populaire cultuur verboden was in Zuid-Korea tot. Het laatste verbod is opgeheven in 1998, geloof ik. Al is het al eerder meer opgeheven. Het belangrijkste was ervoor opgeheven. En toen die censuur werd opgeheven, in samenhang met die economische groei en Zuid-Korea dat echt de wereld ging veroveren, ja, dat barstte los, het borrelde aan alle kanten. Dus als je naar een creatieve plek toe wil, dan zeg ik, ga naar Seoul. Er gebeurt al heel lang heel veel. Dus ik kan je alleen maar gelijk geven dat de politieke situatie heeft zeker een rol gespeeld. En de Korean Wave, ja, we hebben het natuurlijk over momentopname, maar het is iets wat al een hele tijd aan de gang is. En in verschillende vormen heeft laten zien. Dat zal ook niet hiermee ten einde zijn. Ik hoop dat ik je vraag een beetje beantwoord heb. Oké, okay, we hebben nog ruimte voor 2 vragen. Ik heb hier 1 en ik zie daar 1. Dus, kan de Korean Wave ook worden gezien als een mogelijkheid voor andere Aziatische landen om dezelfde kant op te gaan? Want bijvoorbeeld vroeger had je in K-pop vooral Koreaanse leden van groepen, maar tegenwoordig zit daar ook veel meer diversiteit in. En zo ben bijvoorbeeld ik ook bij Thaise media terechtgekomen. Dus is dit ook een voorloper voor misschien een uitgebreidere wave van andere landen die dan een beetje via K-pop en via Koreaanse cultuur hun eigen cultuur omhoog werken? Of de wereld in? Ja, goede vraag. Dat weet ik niet. Als ik heel eerlijk ben. Ik kan me dat goed voorstellen. K-pop is wel een stuk diverser geworden dan het was. Ja. Goed teken. Maar er zit natuurlijk wel een heel strak stramien. En op het moment denk ik, ik wil niet te cynisch klinken hoor, maar dat als je kijkt ook in Indonesië bijvoorbeeld of Thailand, ja, daar is K-pop natuurlijk heel groot. Al een hele tijd ook, China trouwens ook. Maar er worden wel inderdaad echt wel concessies gedaan aan de lokale cultuur.
Juist ook door mensen binnen te halen, door ook K-popsterren die taal te laten leren. Dat is natuurlijk ook iets wat diversiteit wel echt aanmoedigt. Dus dat zou heel goed kunnen. Het wordt veel gekopieerd, maar ik denk dat is nou iets. Nou, dat is misschien een goed moment om mee te beginnen. K-pop is natuurlijk in principe gekopieerd van J-pop, Japanse popcultuur. En ik weet nog dat ik een keer een praatje hierover gaf. En zat de Japanse ambassadeur in België zat in het publiek. En die kwam in de pauze naar me toe. Vertel nou eens, hoe kunnen wij nou dat succes van die K-pop emuleren? Want ze doen het wel heel goed. En dat is het antwoord daar, is dat Zuid-Korea toch echt wel zijn eigen gang is gegaan. Het klinkt nu ook veel te zeer alsof het van bovenaf geregisseerd is, was het niet. En het is ook binnen Korean Wave heel divers. Allerlei verschillende spelers die soms ook helemaal niet met elkaar in zijn. Maar wat wel belangrijk daarin is, is denk ik dat op een gegeven moment, dan vallen de voorbeelden weg en dan zou je het zelf moeten doen. Als een andere cultuur die omslag weet te maken, ja, dan zie ik dat wel lukken. Ik denk wel dat K-pop wat dat betreft misschien wat makkelijker maakt om naar andere culturen te kijken waarvan je niet in eerste instantie had gedacht dat je dat interessant zou kunnen vinden. Wat met Korea zeker het geval was, denk ik. Lang antwoord, sorry. Nu zijn we hier voor de laatste vraag. Ik zit hier als ouder van een dochter die een enorme K-pop fan is. Dus zo kom ik ermee in aanraking. En wat mij opvalt is, en daar wil ik niemand mee beledigen die ook K-pop fan is, maar ze is heel erg op uiterlijk gericht. Enorm mode verschijnselen en zo. Waarom is dat zo enorm op uiterlijk gericht? Natuurlijk ook alle producten. Heel nieuw, heel vernieuwend, heel creatief hoor. Die kant zie ik ook absoluut. Ik zie daar nog niet bijvoorbeeld sustainable producten in. Hoe is dat daar gaande in Zuid-Korea? Ja, nou, het zijn echt twee verschillende vragen. De eerste is denk ik dat elke vorm van mode uiterlijk is. Ik denk, maar de Beatle-kapsels uit de jaren 60 waren natuurlijk berucht. Je herkende een Beatle-fan meteen en het was niet goed voor veel ouders. Hardrock-fans, heavy metal-fans herken je ook meteen aan de manier waarop ze zich kleden. Dus dat is op zich niet heel bijzonder. Het is wel anders. Ik ben wel met u eens dat de nadruk op uiterlijk is inderdaad. Ook in Korea wordt daar ook wel echt tegen geageerd. Het beeld dat er van, zeker van jonge vrouwen wordt neergezet, dan ga er maar eens aan staan, ga dat maar eens nadoen. Dat is niet makkelijk. Dat weten Koreanen zelf net zo goed als geen ander. Dus ze zijn ook binnen K-beauty is er een hele sterke lobby daartegen juist in ontstaan. En als het gaat om sustainability, ja, ik denk niet dat Zuid-Korea daarin achterloopt op Nederland. Ik heb geen idee wat dat betekent voor de producten die worden verkocht onder het kopje K-beauty. Moet ik gewoon complete onwetendheid pleiten? Ik weet het echt niet. Ik weet ook niet hoe dat zich verhoudt met producten uit andere van de andere grote merken. Of die wel sustainable zijn. In Korea zelf is sustainability een groot thema. Net zoals het hier is. Niet groot genoeg. Maar het hier ook niet. Dus, ja. Maar het is niet iets wat in Korea niet wordt gezien. Ook niet de nadruk op uiterlijk. En wat dat met mensen kan doen. Daar is veel aandacht voor. Ben ik hier weer te horen of ben ik hier te horen? In ieder geval, hartelijk dank nogmaals Remco. Ik begrijp dat er misschien nog wel veel meer vragen zijn. Ben ik te horen? Ja. Nog wel veel meer vragen zijn, maar ik vermoed dat je in de buurt bent voor nog eventjes, of niet? Voor mensen die je aan willen schieten? Ik ren nu hard weg. Oh, oké. Okay. Oh ja, natuurlijk. We moeten je ruimte geven voor het manuscript. Uiteraard, ja. En ik wil jullie ook allemaal bedanken. Ik wil nog een daverend applaus voor Remco de Ruiter.